ding op een rijtje gezet. Om hem om te zeker te weten dat hij... Hè, je gaat je vrienden kwijtraken in het jaar daarvoor. Je gaat geen tijd meer voor je familie hebben. Want als je naast je baan nog 30 uur in de week gaat trainen... en daarna ga je ook nog een boot bouwen zelf... dan blijft er geen tijd meer over. Ja. En, maar jullie hebben ook vooral waanzinnig genoten onderweg. Jullie kregen vissen bij jullie boot. Dat je denkt van... Soms hadden wij wel eens het idee... heeft het nou met corona te maken? Want ik heb 9 keer de Atlantische Oceaan overgestoken... en ik heb nog nooit zoveel vissen onder de boot gezien. So we did get our one attacked by the fish, which made a hole in the boat. Luckily it's not pierced all the way through. Ja, dat had nog trouwens wel verkeerd af kunnen lopen. We hebben twee aanvallen. Nou, aanvallen is een groot woord. De kleine vissen gaan eigenlijk tussen het schip en de oceaan zitten. En de grote vissen jagen daarop en die raken de boot. Maar daar zijn 4 boten gepierst door een marlijn. Ja. En, zwaardvis, toch? Zwaardvis, ja. En bij één was ook zo'n zwaard tussen de benen gekomen bij iemand. Dus te slapen. Ja. En op een gegeven moment zat er gewoon zo'n punt van 20 centimeter... 5 centimeter van zijn binnenbeen, waar de slagader zit. Nou, dat is wel, de boten kunnen op zichzelf niet zinken. Er zitten allemaal compartimenten, dus dat is wel veilig. Maar er is in de laatste 10 jaar volgens mij niet zo'n iets gebeurd. En nu 5 keer. Dus het is wel heel bizar. En we waren gewoon 's nachts aan het roeien. En we raakten gewoon echt elke 10 minuten, een kwartier een tonijn. Jeetje. Met de riemen. Weet je wel, zoveel tonijn zaten, jullie zo dik. Jullie hebben ook een maand zonder corona geleefd. Dat was natuurlijk ook super lekker. Jullie hebben uiteindelijk ook heel veel geld opgehaald voor een fantastisch doel. Hè? Maarten van de Weijden Foundation voor onderzoek naar kinderkanker. Nou ben je weer terug en je hebt dit. Jullie zijn voor ons, denk ik, echt vandaag gewoon echt helden. Maar dan, ik zag jouw handen. Die hebben echt nog wel zwarte plekken natuurlijk. Ja. Rot eelt van gaat er niet meer af. Ja. En Kai, ik begreep dat jij morgen gewoon echt wel naar een specialist moet. Want je houdt van piano, gitaar spelen. Maar dat je echt moeite hebt om je handen te bewegen, toch? Ja, mijn rechterhand kan ik niet helemaal buigen. En mijn linkerhand gaat wel goed. Ik heb gisteren ook een beetje te zwaar weer getraind. Dus dat helpt ook natuurlijk niet. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar dat zit er nu helemaal in. Maar morgen ga ik naar een handspecialist om te kijken of ik dit weer kan versnellen, dat het weer gewoon normaal gaat werken. Maar ik wist het wel van tevoren, want heel veel forums over oceaanroeiers die zeggen dit ook. Dus ik wist van ik neem een risico, maar uiteindelijk is dat het al waard geweest. Ja? En ook om nog een keer te gaan? We hadden het na een week al over, op zee. Na een week hadden we het er al over dat we zaten stiekem omdat we tegenwind kregen. Dachten van balen, moeten het nog een keer doen dan maar. Hè? Ja. Het is verslavend, denk ik. Zo over die piek waar we het over hadden, dat is zeker Er zit een van die kernen is echt verlangen naar. Hè? Dus de bijdrage is dat ik verlang weer naar de volgende keer. Nou, het is ook zo bijzonder wat je als je op zee vooral meemaakt, is dat je zo terug naar de basis gaat weer. Ja. En alles gaat waarderen wat we eigenlijk alles maar voor lief nemen. Hè? Een normale koelkast, een normale toilet. En eigenlijk dat heb je allemaal. En dat je ook weer je lichaam alles gaat voelen. Ik kan gewoon merken wanneer ik magnesium te weinig heb. Of wanneer je een shake neemt. En dat is koffie. Wel mooi. Koffie, bedoel. Vooral koffie. ik denk nu rustig 5-6 bak koffie per dag. En ik merk eigenlijk weinig van. Maar op zee, als we 1 bak koffie namen, dan waren we gewoon 10 uur actief. Weet je wel? Beetje de boodschap van Esther. Terug naar de basis. En weer bewuster leven. Mooi onderzoek.